Het zijn weer belangrijke weken op de beurs, want het cijferseizoen is begonnen. De komende weken zijn erg belangrijk en vooral volgende week, maar ook deze week, zijn er veel belangrijke cijfers. En daar gaan we even samen naar kijken. En het is heel belangrijk omdat in deze cijfers vaak wordt aangekondigd hoe het natuurlijk nu gaat. Maar er wordt ook gekeken naar de toekomst. En dat is natuurlijk erg belangrijk als belegger. En vaak wat je ziet is dat de bedrijven flink bewegen op de aankondiging van het nieuws van deze cijfers. Vandaag ga ik met jullie even de belangrijkste cijfers van de komende week doornemen, die er dus komen gaan. En gaan we even kort vooruitblikken naar volgende week om te zien wat er allemaal komen gaat. Om te beginnen kijken we even naar de cijfers van deze week. En dan zien we een aantal interessante. Zo zien we bijvoorbeeld op maandag zien we SAP, SAP. Ik neem het even op dinsdagochtend vroeg in de ochtend en daar zie ik dat SAP al flink bewogen is. Zo'n 3,5% op voorbeurs gaan ze omhoog en dat betekent dat ze dus waarschijnlijk goede cijfers hebben neergezet. Ik heb ze niet inhoudelijk even bekeken, maar SAP is natuurlijk een interessant bedrijf omdat het een van de grootste techbedrijven is in Europa. En Europa is gewoon een stuk minder groot dan Amerika, maar daarom niet minder interessant. Maar de meest interessante cijfers die komen eigenlijk pas dinsdag, woensdag en daarna. Dinsdag zien we een paar grote bedrijven die komen met de cijfers voor het openen van de beurs. Dat is Verizon, General Motors natuurlijk, grote autobouwer. 3M, een grote partij die in heel veel verschillende supplies zit. Dus erg veel interessante zaken komen naar boven. Dat zijn in mijn ogen al een paar interessante voor bijvoorbeeld dividend of veiligere beleggers. Dat zijn een paar van dat soort bedrijven. Niet helemaal de bedrijven waar ik in investeer. Maar er zijn zeker veel interessante bedrijven die gaan komen met hun cijfers. Na het sluiten van de beurs zien we op dinsdag namelijk Enphase Energy. En Enphase is een heel interessant bedrijf. Dat is een paar jaar geleden ontzettend hard gehyped geweest. En als je kijkt naar de laatste 5 jaar, dan zie je ook een trend die gigantisch is geweest. Zo zijn ze van zo'n $18 per aandeel naar ruim $300 per aandeel geschoten. En dan zie je het hoogtepunt 336 en ondertussen staan ze nu op 90 en zijn ze dus ook flink gezakt. De hype is er ook flink vanaf, maar het is nog steeds een vrij groot aandeel in deze sector. Ze zitten natuurlijk volledig in de energietransitiesector. En dit kan mogelijk een interessante play zijn als je in die sector wilt instappen. Dus dan is het interessant om die cijfers in de gaten te houden. Kijken we nou echt naar de interessante bedrijven en dan kijken we echt naar woensdag. Woensdag staan veel grote bedrijven in het verschiet om hun cijfers te presenteren. En een paar die er bij mij uitschieten zijn in eerste instantie Boeing. En Boeing komt voor het openen van de beurs op woensdag met de cijfers. En het is denk ik niet zozeer een belangrijke voor de beurs in het algemeen, maar wel voor het bedrijf zelf. En mocht je het niet hebben gevolgd, Boeing wordt de laatste jaren heel erg veel geplaagd door storingen of eigenlijk problemen, crashes en dat soort zaken met hun vliegtuigen. Volgens mij zijn er 1 of 2 grote crashes geweest, maar ook natuurlijk veel kleinere incidenten van bijvoorbeeld deurpanelen die bij het vliegen gewoon uit het vliegtuig vallen. Daarnaast zijn er veel stakingen gaande wat zo ongeveer 1 miljard per maand kost zolang de medewerkers niet werken. Dus het bedrijf staat echt op een kritiek kantelpunt. En ik ben heel erg benieuwd wat de cijfers gaan aankondigen of wat die gaan laten zien. In deze periode en ook wat hun toekomstvisie is naar de komende maanden. Want ze hebben heel veel problemen die echt opgelost moeten worden. Kijken we naar de ontwikkeling van de koers, dan zie je het afgelopen jaar -11%, dan lijkt dat nog mee te vallen. Maar ze hadden eerst een flinke stijging naar zo'n $270, $260 per aandeel. Nu staan ze op zo'n $160 per aandeel. Dus ze staan flink lager. En kijken we naar de laatste 5 jaren, dan zie je ook daar een flinke dip van waar ze ooit vandaan kwamen. Een paar andere bedrijven, een paar grote bedrijven natuurlijk AT&T. Coca-Cola, 2 bedrijven die ook natuurlijk in de meer dividendkant zitten, dividendaandelen. Mogelijk interessant voor jullie als je die hebt of als je die volgt. Niet een hele grote impact op de beurs denk ik, maar wel heel interessant om te volgen. Next Energy is natuurlijk ook een interessante als je in die energietransitie, als je het interessant vindt. Maar degene waar ik vooral naar uitkijk deze week, dat zijn de volgende 2, Tesla en Lam Research. Tesla natuurlijk, het gigantische autobedrijf, we kennen het allemaal en een van de meest populaire aandelen de afgelopen jaren geweest. Zelf heb ik in mijn eigen portfolio geen Tesla aandelen, maar in het YouTube-portfolio wat wij samen opbouwen heb ik ze natuurlijk wel. Als we kijken naar het laatste jaar voor Tesla, dan zie je een bewogen jaar. Plus 3,2% in de afgelopen 12 maanden, in het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk niet heel goed, maar ze zijn erg bewegelijk. Ze hebben flinke stijging gemaakt, een flinke dip terug naar beneden. Ik heb ze volgens mij met het portfolio toen best op de weg omhoog gekocht. En inmiddels staan ze weer op zo'n 218, maar je ziet dat het een heel bewegelijk aandeel is. Kijken we naar de laatste 5 jaar, dan zie je een flinke stijging natuurlijk, plus 1100%. Maar ook dat gaat gepaard met flinke stijgingen en dalingen. En staan ze nu nog steeds niet op het all-time high waar ze ooit op stonden, 2 jaar geleden. Sterker nog, ze staan bijna 2 keer zo laag, dus daar zit in dat opzicht wat rek in het aandeel. Maar ik ben heel benieuwd met welke cijfers ze komen, want Tesla is natuurlijk daar veel om te doen. Het andere bedrijf die ik heel interessant vind, en dat is natuurlijk omdat het een van de grotere posities is in mijn portfolio, is Lam Research. Lam Research is natuurlijk het bedrijf wat heel veel onderdelen maakt voor de chipfabrikanten.
En zijn daarin gewoon een hele grote speler aan de voorkant van die keten. Als we even kijken naar het bedrijf, dan zien we het afgelopen jaar een winst van 21%. En ik weet dat ik mijn aandelen toen kocht, dat ik echt in no time 30-40% winst had gemaakt. Het ging ontzettend hard. Zoals je ziet, die stijging was heel snel. Alleen zijn ze ook net zo hard, of eigenlijk wel harder zelfs nog, gedaald recentelijk. En een recente dip die we hier zien staan van de afgelopen twee weken is natuurlijk door de cijfers van ASML. Die waren gelekt te vroeg. En daarnaast ook nog eens heel slecht, waardoor de hele sector eigenlijk flink dipte. En ook dit bedrijf dipte gewoon ruim 10% alleen maar door die cijfers. Kijk dan naar de laatste paar dagen, dan kun je dat goed zien van 85 naar nu 72. Al denk ik niet dat dit bedrijf zo zwaar is geraakt. En als je kijkt naar hoe hard ze zijn gedipt de laatste periode, ja, dan denk ik dat het ook zomaar zou kunnen zijn dat dit bedrijf flink omhoog schiet. En het is gewoon een heel mooi bedrijf die erg goed gepositioneerd zit op de markt, die heel hard stijgt. Dus voor de lange termijn heel interessant denk ik en daarom ook een vrij grote positie in mijn portfolio. Nou, tot zover een beetje de belangrijkste cijfers voor de komende week. We hebben nog een aantal andere natuurlijk. American Airlines, trouwens ServiceNow woensdag na het sluiten van de beurs is een interessante. American Airlines, UPS, Southwest Airlines, zoals je ziet veel. Vliegtuigmaatschappijen komen natuurlijk. De Nasdaq zelf komt met cijfers. En verder, ja, ik vind er niet heel veel bijzondere bedrijven tussen zitten die ik zelf volg. Maar dit zijn dus de bedrijven voor de komende week nog met cijfers. Maar kijken we naar volgende week, even vooruitblikken naar volgende week, dan komen er veel interessante bedrijven. Ik heb hier even het overzicht van de Nasdaq zelf. Ik zoom hem even iets in. En hier heb je een heel mooi overzicht van alle bedrijven die met cijfers komen. Nou, maandag Waste Management en Ford, twee interessante bedrijven. Philips zie ik ook staan met hun cijfers. Maar vanaf dinsdag gaat het los. En dit is denk ik echt de belangrijkste week van dit kwartaal in de beurs of op de beurs. We zien namelijk Google, Visa, AMD, Pfizer, veel belangrijke bedrijven. Maar ja, Google en Visa zijn echt bedrijven die de beurs kunnen doen bewegen. Kijken we naar woensdag zien we hetzelfde, namelijk Microsoft en Meta. Twee gigantische bedrijven natuurlijk, die gewoon heel groot zijn. En echt de beurs laten wegen. Het zijn gewoon de grootste bedrijven op de beurs die met hun cijfers komen. En als die bedrijven gewoon met goede cijfers komen, zie je dat bijna heel de beurs altijd volgt. En vice versa ook. Hebben ze slechte cijfers, dan daalt vaak de hele beurs mee. Dus hele belangrijke cijfers, ook als je niet specifiek in die bedrijven belegt. Nou, verder Eli Lilly, een van de bedrijven die natuurlijk de afslankmedicijn heeft. Ook heel erg interessant. Een bedrijf dat heel hard groeit. Dus kan interessant zijn als je natuurlijk daarin belegt. Donderdag hetzelfde verhaal. Apple en Amazon. Twee natuurlijk weer van de gigantische bedrijven. Zoals je al ziet, die market caps zijn gigantisch. Deze bedrijven hebben gewoon zoveel impact op de beurs. Dus ook als je niet in deze bedrijven belegt. In mijn geval, ik heb beide bedrijven niet. Vind ik het toch heel interessant om te volgen. Het heeft gewoon heel veel impact. Ook als je alleen maar in bijvoorbeeld ETF's belegt. Van een lange termijn bijvoorbeeld. Dan heeft het wel op de korte termijn wat impact. Als je voor de lange termijn belegt, minder interessant. Maar ben je wat meer bewegelijk en hou je de beurs meer in de gaten, dan zijn dit de dingen waar je echt naar moet kijken. Nou, Mastercard is natuurlijk een interessante, maar Visa komt de dag eerder natuurlijk al, of twee dagen eerder. Dus dan kan je al een beetje afleiden hoe dat gaat. Een paar andere bedrijven die interessant zijn, is bijvoorbeeld een Shell en een Uber natuurlijk. Comcast, groot bedrijf. Maar dan zie je al veel grote bedrijven komen deze week met de cijfers. En dan vrijdag hebben we natuurlijk nog Berkshire Hathaway. Gigantisch bedrijf, zoals je ziet ook. Een market cap van 1000 miljard, oftewel 1 biljoen. ExxonMobil, een paar andere bedrijven die wat minder interessant zijn in mijn ogen. Maar zoals ik al zei, heel veel belangrijke bedrijven komen volgende week met cijfers. Zelf hou ik de cijfers altijd nauwlettend in de gaten, omdat ik het heel interessant vind om te volgen, om te zien wat er gebeurt op de beurs. Dus deze week kijk ik vooral naar de bedrijven die ik net al benoemde, Tesla en Lam Research, die ik interessant vind. Dat zijn degenen waar ik naar kijk. En misschien een beetje Boeing vind ik interessant om te zien wat er gaande is. Niet omdat ik ze zelf bezit, maar omdat het gewoon echt een soap is wat er bij dat bedrijf speelt. En voor volgende week dus eigenlijk bijna de hele Big Seven komt. Eigenlijk alle grote aandelen. Ik mis alleen nog aan Nvidia. Maar veel grote bedrijven komen met hun cijfers. Dus heel erg interessant om te volgen. Ik ben benieuwd naar welke kwartaalcijfers jij het meeste uitkijkt. Laat dat weten in de reacties. Ben je verder nog niet geabonneerd? Vergeet dat niet te doen. En een duimpje omhoog achter te laten om mij te helpen. Om mijn kanaal verder te doen groeien.